Heb jij nu juist een tak tegen mij gegooid? Ja, maar dat geluid. Ah, sorry, hè. Stoort het? Ja. Ah, wel, weet je wat? Ik zal met een bosmaaier aan de kant zitten en ik zal het sprietje voor sprietje uittrekken. Is het goed? Merci. Is dat Tom van Biezen hier? Ja. Het is hier met Viv van Bloem Bloem. Ik kom direct uw peperomia brengen. Jij bent thuis? Ja, ik ben thuis, ja. Super. Merci om voor Bloem Bloem te kiezen en tot zo dan, hè. Goeiedag, meneer. Wij zijn van KLJ Nieuwrode en wij doen een ruiltocht. Dat wil zeggen dat wij jou deze appel kunnen geven en dat jij ons daarvoor iets in de plaats geeft. Zoals bijvoorbeeld een pak wafels of iets anders wat u ons wilt geven. Ik eet geen appels. U mocht ook altijd gewoon iets geven, dat moet niet groot zijn hoor. Of zo'n stomme plant? Stom. Ik lust geen appels. Ik ook niet. Ik ben eerder een perenman. Zeg, zou ik toevallig hier mijn batterij mogen opladen? Of wat meer lawaai te maken. Elektriciteit is op. Ik kan u nog wel zien, hè. Hey, ik ben Viv van Bloem Bloem, hè. Hey. Tom van Biezen toch, hè? Ja. Ah, voilà. Veel plezier ermee, hè. Merci. Dat is mijn fout. Ja, maar ik heb hem wel naar binnen gebracht, hè. Ja, maar blijf daar een keer af. Eerst mijn zaterdag verstoren en nu mijn fikker aan mijn grip zitten. Mijn batterijen? Tom. Tom. Ah, hier ze. Ça va? Wat is er met mijn peperomia al gebeurd? Ik heb je laten vallen, toen je zelf ook zegt gevallen. Maar ik heb hem direct verpot. Ik weet hoe kwetsbaar die plantjes zijn. Dankjewel. Je kent daar precies wel iets van. Ja. Ze noemen mij niet voor niks de beste tuinman van de Lage Landen. Zeg, wat is er mis met deze? Oh, daar is niks mis mee. Dat is een bananenplant. Ik heb die vorige week verpot. Maar wat er nog niet doorkomt. Maar ja, niet elke bananenplant pakt even makkelijk. Hè. Nee, dat is waar. Maar dat is ook geen rocket science, hè. Ik heb al gemerkt dat als je planten van dezelfde soort bij elkaar zet, dat die dan veel gemakkelijker groeien. Maar ja, wie ben ik, hè? Beste tuinman van de Lage Landen. Maar ze zullen zich meer op hun gemak voelen, zeker?
Zeg, van al die prachtige planten dat hier staan, heb jij een favoriet? De meozotis. Vergeet me niet, je. Ja, dat is een fantastische plant. En jij? Mijn vrouw is altijd enorm fan geweest van zo'n pannenkoekenplantje. Ja, dat is ook schoon. Hè? Ja. Allee, plantje, hè? Niet een vrouw. Maar misschien uw vrouw ook, dat weet ik niet. Goed, ik ben door. Wacht. Voor uw vrouw. Merci. Goedendag meneer de prater. U spreekt met meester Bart hier, de leraar van Jonas. Meneer de prater, ik bel even om te checken of Jonas mee zou gaan op bosklasse. Wij hadden daar tot nog toe nog geen betaling van ontvangen en... Yo, Timmy, mama, ik kan al 500 geven voor die gouden ketting en die draairingen, maar meer gaat wel echt niet lukken. Kom dan morgen maar halen en als je nog een neef griep hebt, pak maar mee, man. Yo. Hé, hey, vriend. En, hoe was het bij Daan? Was het niet leuk? Ik ben mijn pet kwijtgeraakt. Dat is toch geen ramp? Ja, maar ik had die gekregen van mama. Hey. Die komt misschien wel weer terecht. Hè? Huh?